Daar, kunnen ze niet, daar kennen ze geen bakplaat. Ja. Audio oh, goed. audio oh, binnen. Geen ja. genoeg. Bram, ik heb er wel eens over nagedacht om naar het uh, buitenland te gaan. Om wat toffe dingen te doen. Oh. Uh, we zijn natuurlijk naar, uh, naar uh, ja, Londen geweest. We zijn in Londen geweest. En ja. ja, ik zou dat dus wel eens vaker willen doen. Hoe zit dat bij jou? Ja, ja lijkt me ook wel vet. Ja. Waar zou je nog, uh, nog heen willen? De States. De States. The States. Uh, en uh, ja, er zijn twee mensen die ons kunnen informeren daarover, want die zijn onlangs of gaan nog naar de States uh, toe. Zeker. ik heb hier uh, rechts uh, naast me zitten. Hi, ik ben Jesse. En ik ben Job. Dat ging over voor Job. Uh, ik ben Niels. En ik ben Bram. Hey. En we zitten hier in de AC Romont. Um, en met deze twee heren om even te babbelen over de ja, States. Want uh, het is niet een plek waar je als eerste aan denkt om muziek te gaan maken. Nee. En uh, deze heren hebben het wel voor elkaar gekregen. Um, je bent onlangs uh, terug. Ja, ik ben al bijna een week terug. Ja, Hoe voelt dat om weer hier te zijn? Uh, heel raar want ik zit nog steeds in een jetlag. Uh, ik ben nog steeds een beetje schor, zoals je hoort. Um, maar ja, het is, het, het is echt een andere wereld. Ja. Uh, uh, mensen praten allemaal Engels. En toch zijn er binnen verschillende staten alweer enorm grote verschillen. En, uh, okay. uh, ja, het is echt. Uh, ja, de, 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 de dingen, dingen die je daar ziet, die je meemaakt, voelt gewoon echt als een andere wereld dan je, dan je hier in Europa ziet of zo. Ja. Mensen hebben een heel andere instelling. Ja. Voelt het ook als een beetje alsof je in een film ja. recht bent gegooid? Ja, het, uh, uh, het, het is meteen het, het gevoel van die clichés die we uit de films kennen ja. en uit de series kennen, wordt meteen op heel veel vlakken bevestigd. Uh, ook wel ontkracht, want uh, het, het is ook allemaal niet zo... Uh, dat iedereen zo typisch is. Maar de, de typische mensen en de typische dingetjes zitten er zeker tussen. Ja. Ja. Dus er is heel, een, een, een groot ding van herkenning. Uh, en ook een heel groot ding van verwondering, denk ik. Uh, oh, wel, ja. ja. waar ja. 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 was je ook er precies geweest? Uh, ja, ik heb een uh, uh, rondtrip gedaan met uh, mijn band Barn Bell. Uh, we zijn eerst in Memphis geweest om deel te nemen aan de International Blues Challenge. Hebben we in een week tijd daar vier keer mogen optreden. Omdat we van de kwartfinales door waren naar de halve finales. Helaas niet door naar de finale. En, en we mochten in Beale Street, eigenlijk de grote uitgaansstraat daar, uh, waar onder andere BB King uh, uh, zijn bluesclub heeft, waar Jerry Lee Lewis zijn bluesclub heeft. Um, mogen optreden voor alle mensen die daar uh, kwamen kijken. En dat was echt te gek. Er waren ja. ongeveer 200 acts over de hele wereld, uh, waarvan wij er eentje waren. Uh, en dan een week lang allemaal toffe blues-acts en alles wat aan de rand van blues zit, zeg maar. En dan zijn we doorgereisd nog naar, uh, naar Nashville, langs Clarksdale, langs de, de echte geschiedenis van de blues. En uiteindelijk helemaal naar beneden naar New Orleans voor uh, wat jazzmuziek en om uh, Mardi Gras te vieren. Oh, vet. Ja. Vet. Ja, het ja, is een hele vette wereld lijkt me ook. Uh, die muziek zien sowieso, daar is echt een niche. Ja, ik denk dat daar heel veel tegenkomt. Ja. Ik denk wat je hier op de radio hoort is uh, uh, ja, uh, de top 40 popmuziek. Ja. Even uh, simpel gezegd, het is best wel van alles, best wel breed. Als je daar de radio aan zet, moet je echt goed zoeken om iets anders dan country te krijgen. Nee. Um, wisselend van echt oude country tot uh, super zoete, nieuwe, moderne uh, country. Hmm. Ja. En dat is daar heel groot. En waar mensen hier als muzikant een beetje uh, vies zijn van uh, songteksten als... Uh, I woke up this morning. Of I was walking down the road. Mm. Hoor je dat daar bijna in ieder nummer nog terug? Ja, ja. Oké. Okay. Ja. ja, iemand die daar wel meer over kan vertellen over Country, dan is Job. Van, ja, zeker. Ja, je bent dus, wanneer ben je ook weer in Amerika geweest? Um, eerste keer in 2019. Ja. Uh, toen, uh, toen heb ik ook echt, echt drie maanden in Nashville gewoond. Uh, 2021, toen het weer effen mocht, uh, ben ik uh, snel een maandje terug geweest. En nu volgende maand ga ik weer. Ja, vet. Ja, maar ja. je ging er met een ander doel naartoe, hè? Want ja, je ja, hier vanwege dus de, de wedstrijd eigenlijk. Ja. Maar jij bent er toegegaan om dat? Ja, in, in 2019 had ik eigenlijk net mijn, uh, ja, mijn, mijn band verlaten En wilde ik mijn, mijn eigen weg gaan, uh, gaan vinden. En toen heb ik me steeds meer in de country uh, verdiept. En toen ben ik er wel heel snel achter gekomen dat dat wel echt mijn ding is. Uh, zeg maar mijn smaakje. Um, dus ik wilde mezelf ook de tijd geven om die, die muziek door te ontwikkelen. En ik had toen net een studie afgerond. Dus uh, ja, ik ben uh, drie maanden naar Nashville gegaan, ook echt om de muziekscene te ontdekken. En ook, uh, ja, wat Jesse ja. zegt, om te zien hoe uh, de scene daar leeft, hoe de mensen daar uh, songs schrijven, hoe dat allemaal werkt, daar ja. Dus uh, ja, met die reden ben ik de eerste keer erheen gegaan. En toen ben ik ook echt wel, uh, echt wel meteen verliefd geworden op, uh, op diezelfde regio. En uh, ja, met name over op Nashville, ja. Ja, ja. kunnen we... Die... Kunnen we hier een beetje beseffen hoe groot eigenlijk de, de, de muziekscene daar is? Het is heel groot. Dat is heel groot. Wanneer je in het centrum van Nashville bent, er is 24-7 bijna overal muziek. Ja. Er, is, er is een soort van grote food. Hall, en daar is gewoon, dat, dat ding is open van 12 tot 8 of zo. En er is constant, dat zijn twee zalen, er is constant muziek. Uh, dat zijn allemaal mensen die wisselend cover zijn eigen werk spelen. Volgens mij spelen ze ook allemaal alleen maar voor een, voor een tipjar. Ja. Uh, en ook de kroegen op Broadway, op de, op de grote straat. Allemaal bands die wisselend cover zijn eigen werk spelen. En allemaal voor de tipjar. Dat is zo'n, volgens mij is, is er zo'n grote massa aan mensen naar Nashville toegegaan. Als je ook ziet wanneer er dan een artiest iets te pakken heeft wat het publiek leuk vindt. Je hoort in het publiek. Iedereen is zanger en zangeres. Ja. Iedereen kan ja, daar ja, zingen, ja. jongen. Ja, ja, en het niveau. niveau. Ja, absoluut. Daar valt omdat. Ik denk dat als ik daarvoor zou komen... Ja. en ik zou een artiest in Nederland best wel bekend... misschien zou ik verpletterd worden, denk ik. Ja, ja. ja absoluut. Ja, ja want je ziet ook... de waardering is daar ook heel groot. En het klopt ook wel wat, wat Jesse zegt. Iedereen die in Amerika of de rest van de wereld... die, die iets met muziek heeft, die, die komt daar samen. Ja. Dus ja, er is natuurlijk heel veel aanbod. Maar alleen de allerbeste, die breken daar door. Dus wat je daar in een kroegje... smiddags om drie uur op een podium ziet... Dat, ik zeg het altijd, die zouden bewijzen van hier de voice binnen. Ja, um, en daar zijn het gewoon mensen die nog relatief klein zijn. En ja, de waardering is gewoon echt, echt groot. Ook omdat er allemaal muzikanten onder elkaar mm -hmm. uh, leven. Het is een hele fijne scene als je, als je zelf daarvan houdt. En ook uh, mensen die daar uh, wonen, die niet. Muzikant zijn. Die zijn vaak uh, fotografen, videografen. Ja, ja, ja. Uh, iedereen werkt in die muziek Creative uh, scene eigenlijk. Ja, en dat is ja. zo'n zo toffe vibe als je daar zelf een beetje in past. Ja. Ja. Ik, al, ik, ik, ik merkte ook toen we toen wij door Amerika aan het rijden, waren uh, langs de snelwegen, dus een en al iedere, iedere 200 meter is dan een billboard. Ja. Uh, en zo'n beetje, overal waar we kwamen, waren dat billboards met oh, bel nu 0800 uh, of, of 555, uh, uh, Ik heb een ongeluk gehad en ik, ik, heb, een, ik heb een advocaat ja. nodig. Ik ging alleen maar over advocaten. en nu gratis cash en ja. weet ik voor wat allemaal. Terwijl als je aan de rand van Nashville komt, veranderen al die billboards langzaam in. Hier is een show, daar is een show. Kom naar dit ja. kijken, kom naar dat ja. kijken en kom deze artiest checken. Dus dan zie je opeens dat zo'n zo stad dat echt helemaal ademt. Ik denk dat we dat ooit in Nederland zo ja. gaan. Meemaken of. Ja, of ik het niet. het hier nou, wordt. maar dan, nu ja, niet ik me dan ook bijvoorbeeld afwerk. Kijk, hier is het heel veel van de culturele potjes. Hè, het ja. geld van de overheid. Ja. Is dat dan ook in Amerika? Hoe zit dat precies? Want nee. Die, 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 Want wat Jessica zegt. Mensen deal. spelen allemaal voor tips. Ja. En uh, ze gaan, uh, zeg maar, uh, met de pet rond... En uh, het, is ja. Echt ja. Geen, het is echt geen uitzondering. Ja. dat mensen ze wel vaak voor 15 dollar moet, in duwen. Ja. Terwijl ze wel vaak van die muziek moeten leven. Kunnen ze daar van de muziek leven dan? Ja, ik denk het wel. Want er is zo'n. Er is zo'n overdaad aan muzikanten die wat aan het doen is. En tegelijkertijd, Nashville is ook een hele toeristische plek. Mensen mm. gaan ook graag uit in Nashville. Dus ja. waarschijnlijk dat daar veel van het geld ook uh, voor die mensen vandaan komt. Um, maar ja, wanneer ze er niet van zouden kunnen leven, tot, tot op zekere hoogte. Ja, hoe lang hou je dat dan vol, weet je ja, wel? Ja, ja, ik dus dus ik, ja. ik denk het wel. Maar op zich wel een, een interessante vraag ook of dat in Nederland kan. Ik denk vaak dat kan niet, omdat de Nederlander is ook heel braaf of zo, hè? Mm, ja. uh, wat wordt gezegd, die, die Amerikanen die schuwen niet alle clichés en alle, alle lekkere liedjes. En uh, die betalen echt goed om een muzikant te zien. En ik heb wel vaker het idee dat Nederland daar, uh, ja, ook volgens die cliché natuurlijk net iets te krentrecht voor is of zo, weet je? Dat ja. Als ze hier staat, uh, tientje entree, want er sta, speelt een band vanavond, dan zeggen mensen, ja, we kunnen ook gewoon daar naartoe, want daar is het gratis, zeg maar. Ja. Dat, ja. dat, dat ja. idee heb ik vaak bij Nederland, dat het iets te ja. kromp is. En, en Nederland is ook een moeilijk publiek. Ja, want ja. laten we eerlijk zijn, als je naar een concert gaat, vooral hier een beetje lokaal, dan is het, als het nou oh, ik gaan eventjes kijken met de vrienden en een biertje erbij en... Ja, we luisteren niet meer. Ja, bij de nee. ja, ja. achtergrond of zo. Ja, ja dat is meer. Ja, Wij kregen daar in, in Memphis bijvoorbeeld met het optreden. hadden we bedacht, oké, okay, hier <coughs> moeten we even kort iets vertellen of zo. Maar dat kort vertellen werd snel meer. Om echt een duidelijk verhaal te maken. Maar mm. mensen hingen daar echt aan je lippen. Ja. als je iets vertelde. wat ging over het liedje. wat je daarna ging spelen. Want dan konden ze er meer een connectie bij leggen. We merkten ook dat als we zo. weet ik veel. Uh, textuele grapjes in onze, in onze nummers hebben. die kwamen daar echt heel goed aan. Mensen, mm. mensen schoten echt in de lach of zo. Ja. Uh, of gaan. ja, ze voelen echt met je mee. Dus ze, ze zitten veel meer. Ze willen veel meer geraakt worden door je muziek. Of dat nou uh, uh, omdat ze omdat het mooi vinden. Of dat het energie geeft of iets dergelijks. Maar ze willen heel graag meegenomen worden in je wereld. Daar. Maar uh, is, het, is het niet te veel concurrentie van elkaar? Ja, of, dat is de vraag. Ja, kom je snel aan optredens? Uh, uh, ja, in Vo, uh, volgens mij kun je overal gemakkelijk optreden. Uh, je moet vaak een beetje op tijd zijn omdat iedereen daar ja. wil optreden en niet alleen in Nashville, maar gewoon ja. überhaupt in, in, in die muzieksteden in, in Amerika. Um, maar je, je doet het wel voor de, de, de tip jar, ja. Uh, en, en dat is iets wat je moet realiseren. Daarom zijn er veel artiesten die in hun sets, dus vaak bepaalde koffers en zo gebruiken ja. die mensen ja. graag willen horen. De hits van dat moment. Ja. Um, dus dat is, zal in het begin zeker moeilijk zijn. Maar ik denk als je dat goed doet, dat je daar echt wel iets, iets zou kunnen opbouwen. Ja, ja Je moet ook gewoon een beetje, een beetje humble zijn of zo. Ja. Kijk, uh, als, als jij daar zou aankomen en je zegt: Oh, ik ben een gitarist, dan zegt Ja, dat is iedereen hier. Dus je moet dat ook niet doen. Ook al kom je uit Europa, je, je, je begint daar wel onderaan de ladder. Ja. Dat is ook ja. wat je zegt. Dus ja, het is wel moeilijk om daar door te breken, omdat er zoveel, zoveel. muzikanten ja. zijn. Maar er zijn inderdaad wel ook. 300 kroegen waar elke avond gespeeld wordt. Ja. Dus ja. Ja, dat, dat, ja, dat bouwt elkaar een beetje op. En we hadden, voor de podcast had je het erover dat tot je, tot je ook bij een kroeg was geweest. of een, een plek om te spelen waar je je moest aanmelden. Ho, ja. Hoe werkt het dan? Uh, ja, gewoon de, de meeste werken met een, met een, met een host-artiest. Dus ja. er is één artiest die dat, uh, die dat regelt. Zodat het café daar ook niet, geen, geen omkijker naar heeft. Die speelt meestal als eerste een paar nummers. En voor de rest zijn er, weet ik veel, tien plekken voor artiesten. die allemaal twee of drie liedjes mogen spelen. Ja. Uh, ombouwtijd is er niet. Dus het is gewoon inpluggen, inpluggen. beginnen. Ja. Ik moet ook wel ja. zeggen dat geluidsmensen, uh, de technici in Amerika. Nou, nou, ik vind het te gek. Als ik, als ik met een band hier in Nederland speel... ...heb ik soms een soundcheck van een half uur nodig of langer. Ja. En daar is het gewoon vijf minuten. En het klinkt ook echt gewoon goed. Dus volgens ja. mij zijn die mensen die inderdaad 24-7 niks anders aan doen. Nee, <laughs> Maar uh, ja, je schrijft in en dan hoop je dat je op tijd bent. Of het is zelfs zo dat je om zes uur aanwezig moet zijn. En dan mag je in een, echt in een schriftje zo met pen. Zo met je naam schrijven. Ja, okay, op het cool. nummertje want ja, ja, ja. dat is de volgorde van de avond. Ja, ja. Um, en ben je te laat, ja, dan heb je echt een schriftje vol, kun je weer gaan. Maar als je dus wel op ingeschreven, ja, dan moet je dus ook daar ja. wel die hele tijd gaan zitten wachten. Want je kunt nergens meer naartoe. Ja. Um, dus in die zin wordt er wel een beetje. Ja, de, ze weten dat er heel veel muzikanten zijn. Dus het, ze maken het zichzelf lekker makkelijk. En de muzikanten moeten vooral ook maar gewoon hard werken ja. om dat te doen. Maar wanneer je daar be, de, de, de bereid voor bent. En het is gewoon superleuk om dat te spelen. Want je krijgt echt de gekke reacties. Ja, uh, ja dan, dan is dat prima te doen. Ja. Maar je moet gewoon veel tijd investeren, denk ik. Want is het iets dat jij nog zou willen gaan doen als je daar weer gaat? Uh, ook uh, langs gaan inschrijven. Of ga je dan meer voor de inspiratie dan naartoe? Of? Uh, ja, ik, ik heb in het verleden ook wel, uh, wel opgetreden daar. Um, nu inmiddels is het wel zo dat ik uh, ik begin een beetje een kring daar te krijgen ook van, uh, van vrienden bevriende artiesten die daar ook uh, ja, op zo'n avonden spelen. Dus in die zin heb ik al een, een ingangetje gevonden om daar, uh, daar gigs uh, uh, te kunnen hebben. Maar het klopt wel wat je zegt ook voor inspiratie. Je moet ook niet vergeten wat je het allemaal leert, want je ja. kunt continu kun je zien hoe andere songwriter's dingen schrijven, hoe zij uh, welke akkoordenprogressies zij gebruiken uh, en ja. Yeah. Dat zijn ook allemaal dingen die je misschien in Nederland helemaal niet ziet. Omdat hier vooral in die, in die country scene en de singer-songwriters scene wordt vaak een beetje ja, lacherig over gedaan in Nederland. Van het zijn wel droevige muziek en zo. Maar wat Jesse zegt, ze, ze hangen aan je lippen daar. Um, dus ja, ook voor inspiratie vind ik het wel heel vet wat je daar allemaal ziet en wat je daar allemaal hoort. En dan, daar word je ook vanzelf wel humble van. Want je, je ja. ziet zoveel mensen die fantastisch goed zijn. Ja. En die staan in een kroegje te spelen. Dus... Uh, ja, ik, ik zou het iedere artiest aanraden om daar eens te gaan kijken in die scene. Want uh, ik kom elke keer terug en ik weet zeker jullie ongetwijfeld ook met nieuwe ideeën van... Oké, okay, dit is ook vet om te doen. Dit ga ik eens proberen, die weg ga ik eens wandelen. Ja, absoluut. Ja. En je hebt net een nieuw album uit. Ja. Uh, Daarin heb je dus ook uh, samengewerkt met... Uh, ja, of samengeschreven met ja. artiesten uh, uh, en uh, singer-songwriters vanuit daar. Ja. Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Ja, dat is, dat is op zich wel... Uh, wel Lastig soms vanwege de ja, tijdsverschillen en de afstand, maar uh, ja, dat is het geluk van de tijd waar we nu in leven. Ik, uh, ik heb gewoon regelmatig heb ik schrijfsessies met jongens die ik daar heb leren kennen, uh, gewoon via Zoom, via FaceTime, wat dan ook. Um, en het is wel belangrijk dat je inderdaad mensen zoekt die een beetje uh, ja, niet op jouw niveau zitten, maar waar je mee kunt levelen. Zeg maar, mm -hmm. dus uh, je houdt van dezelfde dingen, je, je kunt dezelfde dingen schrijven. En uh, ja, dat zijn ook jongens, vooral uh, ja, Tyler Coors en uh, Ethan Snyder. Die heb ik daar leren kennen. Uh, en dat begon ermee dat ik hun zag optreden. Okay. Dus gewoon na het optreden komen de jongens de zaal in. Ga je even babbelen? Hé, hey, waar kom je vandaan? Het vet wat je hebt gedaan. Zo kom je in contact. En uh, ja, nu jaren later uh, hebben ze ja, meegeschreven aan liedjes die op je album staan. Dus uh, ja, het, het is gewoon heel vet ook voor je netwerk, überhaupt. Ja. Want hoe belangrijk is netwerken voor. Muzikanten. Ja, ik denk heel belangrijk. Um, als ik voor mezelf spreek, uh, ik begin nu een beetje een groeidoel te maken waarin je uh, ja, echt een beroep moet gaan doen op een netwerk. Mm. Um, ik vind het heel belangrijk dat je ook weet aan wie je wat hebt. Want er zijn altijd mensen die proberen ergens een, een slaatje uit te slaan. Uh, maar uh, ja, alleen al als ik kijk, kijk naar, naar jullie uh, van Ruma en als ik uh, in Limburg kijk wie je allemaal leert kennen. Het gaat allemaal met kleine stapjes, maar je merkt wel elke keer: oh, die heb ik daar gezien, en die ja. heeft me toen daarvoor gevraagd. En uh, als ik nou bij hem in het voorprogramma speel, uh, dat soort dingen, dat is echt uh, heel belangrijk. En ik, ja, dat begin ik nu pas echt te ervaren. Ja. Heb jij nog uh, nieuwe connecties opgebouwd uh, in de uh, ik heb, ik, We hebben heel veel mensen ontmoet. Ja. En, en, en. Uh, uh... Ja, wij, wij kregen wel in Nashville ook, ook een andere gast die uh, uh, op zijn avond speelde. En die maakte eigenlijk meer zo van elektropop-achtige achtige dingetjes. Heel te, echt, echt te gek. Um, en die vroeg ook van, ja, hoe lang zijn jullie in Nashville? Wij zeiden, ja, nu nog drie dagen. Zo, oh ja, dat is jammer, want uh, veel. Uh, over twee weken is er een of andere schrijfsessie. Ja. En dan zouden jullie echt te gek bij zijn. Uh, uh. Maar ja, dat ging voor ons niet, want wij moesten verder reizen. Ja. Maar dat was wel een, 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 een ding ook voor ons dat ik dacht, oké... Okay, Mensen zijn er wel echt oprecht enthousiast, zeg maar. Ja. Het, het is niet gewoon oh ja te gek en dan loop ik weer door, maar iemand gaat echt een gesprek met je aan en, en komt met wat ideeën en en en, en, tips en suggesties. Um, dus ja, we hebben al, al die contactgegevens van alle mensen die we ontmoet hebben zo goed mogelijk bewaard ja. en uh, ja wie weet of we binnenkort weer eens contact het, mee opnemen. Is het daar een beetje opener dan? Tot uh, sneller je benaderen de, dan dat, de, dat ze hier doen? Of? De mensen in Amerika zijn ja. opener. Ja, okay. 100%. Uh, Je hoeft helemaal niks aan het doen te zijn en iemand tikt je aan en begint gewoon tegen je aan te lullen. Hm. Ja. Uh, en en dat, dat, ze zeggen ook geen, uh, geen hallo daar. Ze zeggen altijd: uh, uh, Hoe gaat het eigenlijk? Ze zeggen altijd: ja. uh, uh, <clears throat> uh, how, how are you doing? zeggen ze altijd. En um, vaak ontstaat er daardoor al vanzelf een gesprek. Ja. Um, maar in het vliegtuig ernaartoe begon er al een gast tegen, uit Alabama een heel verhaal tegen me te vertellen. En, ja als Nederlander rot op. Ja. <laughs> ja. Ja. Dat willen we niet, hè? Dat willen we niet. Nee, ja, precies. Uh, en en dat, dat is even, even wennen. Ja. Um, want niet bij iedereen voelt het even oprecht of zo. Het voelt ook bij sommige mensen wel in zo'n. wanneer je gewoon ergens gaat eten of zo. Oké, okay, ze willen gewoon een goede fooi of zo. Ze zijn gewoon aardig. Maar ook mensen gewoon op straat die gewoon uh, een heel gesprek beginnen en dan echt ja, benieuwd zijn wie je bent, waar je vandaan komt en uh, ja, wat je wil gaan doen. En dan komen ze ook gewoon zeggen, zo, oh ja, dus je bent een muzikant, ja, dan moet je echt een keer daar naartoe, dan moet je dat eens een keer kijken. Ja. En dat heeft ook voor sommige dagen wel bepaald wat wij zijn gaan doen. Omdat we dan van drie mensen gehoord hadden van je moet daar naartoe. Dachten we, ja, dan moeten we dus wel echt daar naartoe. Ja. ja, ja. Um, ja, en, en, en ook in, bij concerten, iedereen is super open, gaat echt een gesprekje met je aan na een optreden. Uh, we zagen ook bij die wedstrijden in Memphis dat bij ons eerste optreden waren er bepaalde mensen, die zagen we bij alle optredens daarna terug. Uh, en die spraken we dan ook wel eens. En dan zeiden we ook van ja, het spijt ons zozeer, want we spelen omdat het een wedstrijd is, Spelen we steeds exact dezelfde 25 minuten. Hmm. Ja. En zeiden ze, nee, maar dat snappen we wel, want ja, dat is ook gewoon je, je werk, zeg maar. Um, maar ze vonden het zo leuk dat ze ons graag wilden supporten. En ook, ja, ze hadden natuurlijk oké, okay, er is een jury. Ja. En hoe meer mensen er zijn die enthousiast reageren, ja, dat kan ook wel weer zijn een effect hebben op een jury. Dus dat waren gewoon mensen die we niet kenden. Die ons te gek vonden bij het eerste optreden en die besloten hadden: oké, okay, dit zijn de mensen die wij gaan supporten deze week. Ja. Dat was wel echt. Uh, het hangt echt heel een cool. beetje samen, dat, dat, dat openen zeg maar, van de Amerikanen. Wij denken vaak hier dat de Amerikanen ook een beetje nep of zo is. Zo'n nep ja, enthousiast ja, ja. van: ja. oh my god, I love you. Ja, en ja, dat soort ja. ja. dat, dingen. Dat, dat heeft natuurlijk een beetje. Dat, ja, dat zit ergens, de waarheid zit ergens in het midden. Ja. Maar ja, yeah, het is echt zo dat. Uh, dan merk je eigenlijk dat Nederlanders best wel stug zijn of zo. Ja. En uh, voor ons is dat ja. heel normaal. En ook van, ja, weet je dat ook in het vliegtuig... Vooral niet lastig, dat is een <laughs> beetje... <laughs> ja, dat is een beetje wel de, de ja. Nederlandse sfeer. Of als, je, als, je, ja, als je hier aan het eten bent, dan zeg je, oh, kom, kom ja. over een half uur maar terug. En daar heb je echt sneller de mensen zeggen, ja, eet lekker mee. Of, dit is een stom voorbeeld, ja. hoor. Maar ja, uh, ja ik herken ook heel erg dat de Amerikaan, uh, Baden ook trouwens, is echt uh, heel open. Maar is het dan niet iets waar je van denkt als muzikant zijn er allebei? Uh, en Je bent er geweest van... Oh, als ik hier iets meer uh, van werk zou willen gaan maken... dan zou ik wel naar de States toe willen verhuizen. Of meer. Ja, uiteindelijk wel. Uh, dat is natuurlijk wel een, een gok die je neemt. Ja. En uh, ja, er zitten ook wel wat, wat praktische nadelen aan. Want uh, ik weet niet dat ik toen... Uh, dat mensen tegen mij zeiden... Ja, je moet niet posten als je een optreden hebt... want dan denkt de immigratiedienst dat je aan het werken bent... en als je daar geld ja, komt ja, verdienen... Ja, 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 ja. dan krijg je dat soort uh, dingen. Dus je oh. moet het wel allemaal goed uitzoeken... want Amerika is wel heel erg... America first. Ja. Dus ja. je moet geen werk komen afpakken, wat voor Amerikaanse artiesten had kunnen zijn. Ja, ja. Zo kijken ze wel een beetje. Maar uh, ja als ik zie, zeg maar wat voor mogelijkheden daar liggen. En dan uh, ja, met alle respect niet om uh, excuses te maken of wat dan ook, maar dan om te zien hoe moeilijk het in Nederland is. Mm. Um, ja, er valt natuurlijk voor allebei de landen wel wat te zeggen. Maar ja. het is wel echt een feit dat in die regio de muziek zien. Zoveel malen groter is dan ja. in Nederland. Ik denk ook dat het, dat het zeker een hele, gro hele grote bron van inspiratie is. En als er ergens een kans voordoet dat je, dat je een, 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 een veilige instap kunt maken, zodat je inderdaad niet uh, ja, bij wijze van moet gaan liegen bij de, bij de douane, ja. um, dan, 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 dan zou ik dat zeker doen. Ja. Um, maar in, in, ik denk voor nu dat het goed is dat je gewoon je eigen pad een beetje pakt en kijk waar kansen liggen en gewoon die mix een beetje uh, 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 gebruikt ja, ja. zeker ja. cool nice wat is wat is eigenlijk het, het, het gekste wat jullie in, of wat jullie in die in die reis hebben meegemaakt was <laughs> een ja. wat gekke verhalen ja. ja. nou ik, ik ik moet zeggen we hebben we hebben een half jaar na, na die reis reis toegewerkt natuurlijk ja. met die, met die wedstrijd in Nederland en zo in de crowdfunding vooraf en, en de hele reis um, ik heb heel veel mensen gesproken die er al waren geweest. Hm. Ook heel veel mensen die er nog niet waren geweest... maar waarschijnlijk een idee hadden over wat het, wat het is. Uh, en iedereen heeft ons superveel gewaarschuwd... voor van alles en nog wat. We, we dachten echt wel, we komen dadelijk in een of andere land... waar alles een criminele buurt is. Ja, ja. Uh, nou is het zo dat in de zuidelijke ja. staten... mensen inderdaad een geweer bij zich mogen dragen... Ja. Maar in vijf weken tijd heb ik geen enkele gewone civilian gezien... die een geweer bij zich had. Nee. De meeste centrumgebieden zijn ook allemaal geweervrij. Daar mag je helemaal geen wapen bij je dragen. Ja. Um, in de, in de uh, uh, plattelandsgebieden zal dat wellicht wel zo zijn. Maar daar kom je niet echt. Want daar wonen mensen gewoon. Daar gebeurt ja. voor de rest niet veel. Um, dus ja, uh, ik weet niet meer precies waar ik naartoe wilde. <laughs> maar, uh, oh ja, jawel, jawel, ik weet het weer. Um, en ik wil eigenlijk zeggen tegen al die mensen die mij gewaarschuwd hebben... ik heb me geen enkel moment onveilig gevoeld. Op vijf minuten na in Clarksdale. En Clarksdale is wel een plek waar echt de blues ontstaan is. Maar er is voor de rest helemaal niks. Er is een festival ieder jaar. Dat is super druk En voor de rest is het een leeg dorp. Uh, we liepen daar om de avond nog even een rondje. Uh, en daarna wilden we wat gaan eten. En er liep een, een, een zwerver over straat. Een stukje verder door. Want dat is wel ook in Amerika er zijn best veel, veel, veel zwervers overal. Ja. Um, en die riep van een afstand en ik dacht, nou die al wat klein gaat willen. Dus ik bleef even staan, zodat ik hem een paar dollar kan geven. En toen hij dichterbij kwam, zag ik dat hij uh, ja, niet helemaal goed aan was, zeg maar. Hij had of te veel gedronken of mm -hmm. iets anders gebruikt, dat weet ik allemaal niet. Um, en hij kwam dichterbij en ik verstond hem ook niet met te praten met een dubbele tong en alles en zo... En met tot hij, ik denk drie of drie meter van mij af was, zie ik dat hij in zijn rechterhand langs zijn lichaam een grote ijzerzaag he vast heeft. <laughs> ja, En toen dacht ik, toen ik dat zag, probeerde ik zo te laten, niet te laten blijken dat ik gezien had dat hij een zaag in zijn hand had. Ja. Maar toen ben ik omgedraaid en meteen weggelopen. Ja. En gelukkig was het restaurant maar 100 meter verderop. Want toen zijn we echt zo niet rennend, maar ook niet, maar gewoon wandelend ja, ja, ja. van die man weggelopen. Ja. Ja. Um, en het grappige was, toen zaten we met het restaurant te eten een beetje zo van oké okay, wat dit had heel raar heel fout ja, kunnen gaan ja. uh, en ik denk dat een kwartier later die man met die zaag dat restaurant binnengelopen kwam zo'n beetje iedere gast nog vroeg voor klein geld en weer gewoon naar buiten liep dat was okay. waarschijnlijk <laughs> ook daar ik, ik, ik heb ergens gevoel dat die man helemaal niet door had dat hij een zaag vast had oh, ja. maar ja, ja en voor de rest mensen zeggen ook zo een, een New Orleans en Nashville ga niet in de steegjes en zo ja, want dat ja, is allemaal ja. nou, natuurlijk als je een of ander vieze steetje ziet gebruik gewoon je verstand ga er niet in ja. maar als je ziet hé... Hey, er ligt in een of andere toffe kroeg en ik hoor wat toffe muziek. Ik ga daar alsjeblieft naartoe, ja, jongen. Want daar gebeuren alle chique dingen. dingen. Daar ja. gebeuren echt de vetste dingen, ja. Heb jij nog... Heb jij, jongen, ik dat veilig, in uh, ja, Heb jij onveilig gevoeld? Ja, ja. je een eentje geweest? Ja, klopt. Die, uh, ja, ik ben elke keer in mijn eentje geweest. Maar, uh, ja, weet je, onveilig persoonlijk. Niet echt. Ik herken ook wel inderdaad veel uh, ja, gare figuren op straat en ja. zo. Dus, dat heb je wel echt. Uh, maar wat ik overkoepelend ook nog wel indrukwekkend vond is uh, wat ik net ook zei, als je het zuiden ingaat. Uh, ik ben dan ook in Alabama uh, met een bus door, door opgereden en zo. Dat je gewoon um, uh, Confederate flags ziet. En uh, mensen zijn uh, soms, uh, niet, niet iedereen hoor, maar sommige mensen zijn daar nog best wel van de oude stempel. In de zin van uh, ze hebben racistische uh, uitingen of ze zijn uh, anti-LBT of dat soort dingen. En bij ons, dus eigenlijk in Nederland, voelt dat allemaal heel. Normaal geaccepteerd in ja. Nederland uh, is best wel vooruitstrevend in veel dingen en uh, dat zie je dat ja in, in kleine dorpjes in die, die zuidelijke staten zijn ze wel op sommige plekken een beetje in het verleden blijven hangen ja. en dat is best wel ja uh, ja best wel tof om te zien in die zin maar ook wel van heftig om te beseffen van oké okay, deze dingen bestaan ook nog ja, ja. Snap je? dus het is niet alleen maar fantastisch zoals in de film ja maar uh, ja, dat zijn wel dingen die ik als persoon dan wel indrukwekkend vind om dat, uh, dat te zien. En uh, persoonlijk, uh, nee, ik, uh, ik herken het ook wel. iedereen zegt: op, oh, pas op, en je gaat alleen en uh, niet mm. s'avonds. En het valt uiteindelijk wel mee. Dus ja, ja. als je gewoon je, je, je boerenverstand gebruikt. Tuurlijk. Ja. Dus als je nieuwe artiesten die zeggen: van, Hey, ik wil naar de Amerika toe, naar de States, om daar muziek te maken of interesse te krijgen, wat zou je ze adviseren? Gewoon doen. Goed. Ga gewoon. Ja. <laughs> ga, gewoon, ga, uh, ga gewoon en, en ga, ja. ga naar die steden waar je iedereen over hoort dat je er naartoe moet als muzikant ja. ga naar al die musea, ga naar Johnny Cash Museum ga naar Graceland, ga naar uh, Country Music Hall of Fame ga uh, uh, de, de, de jazz uh, uh, halls opzoeken in New Orleans en als je ergens ziet dat er een open podium is of er is ergens iets waar je twee minuten mag spelen, prf, ga daar gewoon staan. Want men, en, en als je weet, ik heb een leuk liedje en mensen vinden het in Nederland leuk, dan vinden ze het daar ook te gek. Ja, ja en spreek mensen aan. Ja. Ook gewoon in Nederland voelt dat raar om in je eentje in een kroeg binnen te lopen en dan te zeggen: hé, hey, uh, tof liedje of zo weet ik veel. Maar... Uh, in die muziek zien is dat zo normaal daar, en je moet ook niet vergeten dat uh, heel veel van de mensen die in Nashville leven om muziek te maken, die komen uit andere plekken in Amerika en die concentreren zich ja. in Nashville, dus zij zijn ook geen locals. Je kunt daar bijna geen locals meer vinden, want nee. het, het zijn allemaal uh, importmuzikanten. Uh, dus je, ja, je spreekt mensen aan en je valt er zo, je valt er zo tussen, ja. echt 100 procent. Wat staat er nu nog op de planning? Je bent net weer geland. Ja, net, net weer geland. En we, we, we gaan meteen maar door. Want we hebben uh, later deze maand de release van onze nieuwe EP. Ja. Uh, The Dead Don't Dance. Een ja. uh, aantal nummers die we afgelopen najaar voornamelijk geschreven hebben. Uh, vlak nadat ik in een burn-out terecht kwam. Ja. Uh, Lea heeft eerder in de coronacrisis al een burn-out gehad. Dus we hebben, we hebben de twee keer nou samen zo mogen meemaken, zeg maar. Uh, we hebben heel veel steun aan elkaar en daar gaat het eigenlijk over: over ja. een beetje afremmen en, en genieten van wat er is, wat we gelukkig heel goed hebben kunnen doen in Amerika. Ja. Uh, het is ook allemaal net wat grauwer dan mensen van de muziek van Barnum Bell misschien gewend zijn, maar wel nog steeds. Wel, het heeft wel een bepaalde swing, het heeft ja. wel een bepaalde catchiness, denk ik. Ja. En ik ben er echt heel trots op wat we gemaakt hebben eigenlijk. Iets heel vets, heel vintage is het, uh, is het geworden. Ja. Het ja. is ook in een vintage studio, echt in een vintage... Ja, helemaal studio. analoog en zo ja. uh, is het opgenomen ja, cool. ook. Het is een hele uh, uh, kleine oplage vinyl, uh, gesneden. Oh. En uh, ja, de mensen die het vinyl hebben besteld, uh, die krijgen echt iets heel speciaals. Want ik, ik heb hem toevallig gisteren geluisterd. En het klinkt echt nog vintager <laughs> ja. dan het al is, zeg maar. Ja, echt vet. helemaal te gek. Heel Helemaal cool. te gek. Vet. Yeah. Uh, ja, ik heb natuurlijk in, uh, in december mijn album gereleased. Ja. Uh, en daarna in zeg maar, deze regionen komt de carnavalsperiode een beetje aanzetten. Dus uh, ja, voor mijn gevoel heb ik er nog niet alles mee kunnen doen wat ik wil. Dus ik wil uh, ja, komende zomer vooral veel shows gaan spelen. Ik ga dus uh, begin april uh, ja, uh, een kleine twee weken naar, naar Nashville. Uh, met name ook om mijn vriendin te laten zien... Hoe is die zien, waar heb ja. ik gewoond, ja. uh, welke plekjes uh, ja. ben ik geweest. En uh, ja, er komt verder uh, een nieuwe single aan. We proberen gewoon het album uh, verder te gaan promoten met, uh, met shows. En gewoon goed door te groeien dit jaar. Cool. Ja, vet. En als mensen meer willen zien van jullie, waar kunnen ze dan uh, jullie uh, zien op uh, het internet? Ja, overal. Uh, Spotify, uh, TikTok, Instagram, wat dan ook. Als je Job Doris intypt, dan, uh, dan kom je er vanzelf terecht. En ook trouwens als je nou luistert en je denkt, ik wil nog even wat weten... Je kunt 100% altijd berichtjes sturen, want uh, ik vind het ook heel tof om, uh, om een ambassadeur te zijn van, uh, ja, van het hele Amerika-verhaal. Ja, tof. En Jesse, wat kunnen ze jou vinden? Ja, uh... uh, yeah, precies hetzelfde verhaal wat, wat Job vertelt, maar dan Barn and Bell. Instagram, Facebook, uh, Spotify, we hebben ook een website. Uh, Zitten jullie ook op TikTok? Niet. Uh, volgens ja. mij hebben wij sinds kort TikTok. Oh, maar ik heb dat specifiek op TikTok. zelf niet. Ik zit er wel op. Ik, ja. Zet ja. wel op. ik spendeer al veel te veel tijd aan de Instagram Reels. Dus ik probeer zeg maar, van TikTok weg te blijven. Want dan heb ik helemaal geen leven meer. Ja. Ja, ja, ja. Ik vind het ook echt moeilijk omdat... Uh, je ziet daar artiesten... Dat is natuurlijk even een ander onderwerp. Hoor, maar je ziet daar artiesten opbloeien. En die posten gewoon tien keer per dag. En ik vind het echt moeilijk om die consistency om dat, uh, erin ja, te krijgen. Ja, we hebben ja. het er wel, ja. wel eens over gehad. Dat het eigenlijk een soort van... Fulltime job moet zijn. Ja, echt bizar. Maar wel belangrijk om te doen af en toe. Want daardoor weten mensen ook wel jullie mee bezig zijn. Job Doris te volgen en jessie En ja, we willen jullie heel bedanken voor deze podcast. En we zien elkaar vast en zeker nog wel in de muziekscene keer. Jazeker. Dankjewel. Thanks. Thanks.